I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Wauw, wat een reacties heb ik weer gehad van jullie op mijn vorige vlog. Bedankt allemaal. Maar de meeste van jullie willen weten waar ik naartoe ga op vakantie. Het is Curaçao geworden. Na lang wikken en wegen tussen Amerika en Curaçao hebben we gekozen voor dit Hilton Resort met privéstrand en echt een super mooie kamer met zeezicht. Maar eerst nog even back to reality. Oh my god, we hebben echt allemaal pakketjes binnengekregen. En Leila en ik zijn helemaal enthousiast geworden. Want er komt echt een vette nieuwe actie aan. Dat willen jullie niet weten. Oh, Illy Banana! Unicorn! Oh my god, dit is echt mijn pakket! Vet! Echt het leukste klusje wat er is, de etalage leuk maken. Het moet altijd eerst een troep zijn voordat het vet wordt, toch? Tot en met april krijgen alle klanten bij besteding van elke 15 euro een leuke pin cadeau. Er zitten echt superleuke bij. Ik mocht er 6 uitkiezen die ik op mijn keycord hou. En dit zijn ze geworden. Natuurlijk de Illy Banana pin. Aangezien de pins in dichte zakjes zitten, is het elke keer weer een verrassing welke je krijgt. Mijn energielevel was niet echt hoog en mijn kop bonkte uit elkaar. Maar ja, show must go on. Ik had zoveel plannen voor deze week. Maar het is er echt helemaal niet van gekomen. Ik voel me zo beroerd. Maar goed, heb ik al vaker gezegd volgens mij. Ik begin elke dag dat ik me zo voel. En dan zo naar werk ga. Ik heb een masker opgezet. En als mijn klanten erom vragen, zeg ik dat het heerlijk is. Oké, jongens, hier is het moment. Anne doet voor de laatste keer de deur open. Zo. Annie vandaag voor het laatst is, gaan we even lekkere gebakjes halen. We gaan voor de hemelse modder, de lemon pie en de red velvet. Mag ik u presenteren een proeverij van gebakjes? Oftewel gewoon een bord voor mensen die niet kunnen kiezen. We blijven in het thema van de laatste keren. Anne doet laatste keer de afwas. Zo, lelijke koppastap. Oh, en we maken er wel grapjes over. Maar het was echt emotioneel hoor. Al die laatste dingen meemaken. Dus op een gegeven moment heb ik tegen Anne gezegd van ga maar lekker naar huis. Want die laatste keer die deur dicht doen is altijd zo moeilijk. Dus daar ging ze. En deze meid, joh, daar ga ik echt geen afscheid van nemen hoor. Toch nog ruimte voor een klein beetje entertainment deze week. Lekker samen met Harriet naar het Beatrix Theater geweest voor On Your Feet. En ik had mazzel, want ik had en Fayen en Jim. Dus ik had de complete eerste sterrencast. We hadden echt super goede plekjes, dus ik kon volop genieten van Jim Bakken. Zit ik dan zaterdagavond op de bank in mijn pyjama. Ik zit een beetje te balen. Ik wil mijn video nu gaan editen. En ik heb echt gemerkt dat deze week zo anders is gelopen dan dat ik had gehoopt. Ik wilde echt een paar leuke foodvlogs maken. Of tenminste, nee, ik wilde een paar foodvideo's maken voor deze vlog van deze week.
Maar ik voel me echt de hele week al beroerd. En elke keer als ik uit werk kom, dan ben ik gelijk mijn bed ingegaan of gaan slapen. Niet mijn bed ingegaan of gaan slapen. Nee, ik ging mijn bed in om te slapen. Zo werkt mijn verstand dus op dit moment. Maar goed, mijn stem gaat nu ook een beetje me in de steek laten. Dus ik heb net even citroensap gemaakt. Want ik begin ook koortsig te worden en alles. Maar ja, ik moet toch eventjes editen. Dus ik ga nu eventjes hetgeen wat ik gefilmd heb voor deze week even aan elkaar plakken. En dan morgen nog even een dagje werken. En dan ga ik echt even wat rust nemen. Want ja, er komt zoveel leuks aan deze week. Ik heb natuurlijk Musical Awards Gala. Ik heb Stadstheater met Nienke Plas. Of nou ja, niet ik. Mocht ik willen dat ik dat had met Nienke Plas. Maar ik ga haar daar zien. En Vrienden van Amstel nog. Dus ik moet echt even een beetje mijn energie gaan sparen deze week. Nou, op de valreep ga ik nog eventjes een klein food dingetje opnemen. Ik ga even lekker een pannetje soep maken. Want als ik me niet zo lekker voel, vind ik het altijd wel lekker om een warm kommetje soep te eten. Ik doe het nooit echt met pakjes en zakjes of van die potjes of zo. Ik vind altijd wel lekker om het zelf te maken. Tenminste, bouillon doe ik niet helemaal zelf hoor. Daar heb ik nu even geen zin in. Dus ik pak nu gewoon even een bouillonblokje. Maar goed, ik ga even laten zien hoe ik dat doe. Blij dat ik dit voor jullie kan versnellen. Ja, ik kan nu gaan proberen om heel mooi te gaan snijden, maar ik doe het gewoon lekker met mijn chopper. Ik ben een luie koker. Ik ben hier weer veel te chaotisch voor. Ik denk, hoe moet ik dit nou gaan doen dan? Gaan roeren en gaan filmen. Dit werkt volgens mij niet echt. Nog loodjes uitbergen. Dan doe ik wel ongeveer een liter water in of zo. Water in de pan gedaan. Soepgroente makkelijker in. Even roeren. Oh ja, dit is wel een beetje weinig water. Ah, doe er nog wel een beetje bij. Ah, ik denk dat het zo wel goed is. Nou, dan ben ik gewoon te lui om balletjes te rollen. Jezus, ik heb volgens mij nu al 3 keer het woord lui gebruikt. Echt, dit gaat toch niet met één hand? Echt serieus. Nee, maakt niet uit. Hupsakee. Zo. Oh ja, ik moet vermicelli erin doen. Wow. Nou, ik weet in ieder geval dat ik er nog niet klaar voor ben om bij 24 Kitchen te gaan werken. Want dit ziet er ook allemaal niet uit voor op beeld. Dan ben ik in die pan te kijken. En dan denk ik, wat is het nog licht dan? Je vindt het gek als je er gewoon water in pleurt en geen bouillon eerst ervan maakt. Normaal, dan doe ik dus mijn bouillonblokje pakken. En dan doe ik dat even verkruimelen in mijn maatbeker. En dan doe ik dat erbij gieten. Maar ja, ik gooi nu gewoon de verkruimelde bouillonblokjes er wel bij. Dan komt het alsnog vast wel goed. Je mensen, even serieus. Ik weet echt niet hoe ik dit... Ik heb mijn handen zijn helemaal vies en dan moet ik die camera vasthouden. Dit is een ontwikkelpuntje, ja. Maar goed, de bouillon zit erin. De bouillonblokjes. En ja, nu laten pruttelen. Nou, mijn lepelhouder heeft in ieder geval wel vertrouwen in me. Die vindt het de chef's kitchen. En dan is dit het eindresultaat. Ik vind het altijd lekker om een soep met een beetje rijst te eten. Dan vult het ook wat meer. Eet smakelijk! Oké, ik weet het. Het is geen culinair hoogstandje. Maar hey, we hebben nog een heel jaar voor ons. En ik ga echt nog wel een vlog opnemen met echt kokkerellen.
Ik ben in ieder geval al trots dat Final Cut Pro niet meer als hoge wiskunde aanvoelt en dat ik het steeds beter beheers. Volgende week ga ik shinen op de rode loper. Tenminste, dat hoop ik dan als mijn snothoofd een beetje bijgetrokken is. En volgende week ga ik ook naar Vrienden van Amstel. En ik heb er zoveel zin in, want als ik alle filmpjes op YouTube en social media zie, dan moet het echt een groot festijn worden. Dus jullie gaan het volgende week allemaal zien hoe ik het gehad heb. Bedankt weer voor het kijken en tot volgende week.